Mensen van je instelling toegang geven tot cloud-toepassingen, databanken of rekenkracht of opslagcapaciteit? Geen probleem. Je maakt één koppeling met ServConnect. Je kiest de diensten die je nodig hebt en automatisch kunnen al jouw gebruikers er meteen mee aan de slag. Handig toch? Niet altijd. Want er zijn ook diensten waar maar een bepaalde groep gebruikers bij moet kunnen. En als je zo'n dienst koppelt, dan hebben standaard alle gebruikers toegang. Of het nu is vanwege informatiebeheer, kosten, beveiliging of wat anders, soms wil je als instelling zelf kunnen bepalen wie wel en wie niet via ServConnect bij een dienst kunnen inloggen. Daarom hebben we ServConnect voorzien van autorisatieregels. Daarmee kan je makkelijk zelf bepalen wie tot welke diensten toegang krijgt en wie niet. Is een dienst alleen bedoeld voor docenten of enkel voor studenten? De instelling kiest. Of wil je alleen mensen van een bepaalde faculteit of afdeling toegang geven tot een bepaalde dienst? Geen probleem. Bepaal zelf welke teams en gebruikersgroepen je toegang wilt geven. Een autorisatieregel is in een paar kliks klaar. Je selecteert de dienst. Je kiest welke gebruikersattributen de toegang bepalen en vervolgens leg je vast wie toegang krijgt. Je kiest ook zelf welke boodschap geweigerde gebruikers te zien krijgen. Je ziet het. Dankzij autorisatieregels bepaal je snel en eenvoudig wie je tot welke diensten toegang geeft. Meer informatie? www.surfconnect.nl